Goedemorgen, meneer. Goedemorgen. Kan ik u helpen? Bij fruitcafé De Helpende Hand in de wijk De Weijert verkopen ze geen bier- en borrelhapjes, maar groente, fruit en koffie. Maar dat is lang niet alles wat het café op de hoek van de Werumeus-Buningstraat en de Couperenstraat aan de buurt te bieden heeft. We hebben een sociale stamtafel waar diverse vraagstukken gesteld kunnen worden. Oudere mensen die hulp behoeven met een laptop of een nieuwe smartphone. Dan schakelen wij ICT-studenten in van het Noorderpoort. Wilt u uw tuin opnieuw laten ontwerpen of advies over groen? Dan nemen wij contact op met Terra Groen. En zodoende wordt hier in de winkel ook diverse vraagstukken beantwoord. Het fruitcafé is een maand geleden begonnen en is ontstaan door een samenwerking van de gebiedscoöperatie Westerkwartier, de gemeente Groningen en een aantal scholen in de stad. Naast de verkoop van allerlei gebakjes, vruchtensappen en natuurlijk groente en fruit, biedt het café nog een extra gratis dienst. Wij hebben een gratis was-, schil- en snijservice. En kunt bij ons, als u bij ons een spitskool of aardappeltjes gaat kopen, dan kunnen wij gratis voor u schillen en wassen. En we raden wel aan om zelf tupperwarebakjes mee te nemen, omdat we ook aan het milieu denken. Het is een groente- en fruitwinkel met smoothies. Wij maken verse fruitsappen zonder toevoegingen van suiker. Huisgemaakte appeltaart of appelroosjes, hele kleine mini-gebakjes. Sociale vraagstukken over huis, tuin en keukendingen. Gezellig kopje koffie op ons terras met een gebakje. En gewoon de huiskamer van De Weijert. En niet te vergeten groente en fruit. En groente, lokale groente en fruit vanuit de provincie Groningen. Het fruitcafé is normaal gesproken open van maandag tot en met zaterdag. Tijdens de zomerperiode, die duurt tot en met 19 augustus, is de zaak geopend van dinsdag tot en met vrijdag.